Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over de Ortur Lasermaster 2 15 watt versie. Vandaag gaan we iets bijzonders doen. Vandaag gaan wij eigenlijk iets uittesten. Eigenlijk twee dingen uittesten. Laten we maar gewoon een heleboel uittesten. We hebben allemaal wel eens gezien dat je spiegels kunt laseren. Wat er gebeurt als je in een spiegel gaat lezen, is dat je op de achterzijde de deklaag weglasert. En dat je dan daar weer een coating over aanbrengt in een bepaalde kleur. Goudkleur, zilverkleur, blauw, rood, maakt niet uit. En je dan vervolgens die afstand op, of die afdruk op de voorkant van die spiegel gaat zien. Op de een of andere manier komt dat bij mij nooit goed uit. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik vind het eigenlijk niet mooi, als ik eerlijk ben. Nou, is een spiegel, is eigenlijk gewoon glas met een afdeklaag op de achterzijde. En we hebben geleerd, als het goed is, in de video's die ik maak, en met een beetje geluk heb je dat ook wel gezien, dat je heel goed glas kunt laseren. Daar is een truc voor. Die truc is normaal gesproken met zwarte temperaverf, zwarte waterverf. Dus als je zwarte waterverf aanbrengt op het glas, en je lasert dat, vervolgens de waterverf verwijderd, heb je een keurige afdruk in het glas. Dus wat ik ga doen dit keer, is eigenlijk om te beginnen ga ik die spiegel laseren op een manier waarop ik dus je eigenlijk normaal dat niet doe. Normaal doe je dus die achterkant weglaseren. Ik ga die spiegel laseren, simpelweg door zwarte temperaverf aan te brengen, op de voorzijde. En op die manier dus eigenlijk die frosty look, vriesijs. Ziet het er dan een beetje uit, zeg maar. Frosty look noemen ze dat. Nu heb ik echter ook een tijdje terug, en ik heb daar al iets mee gedaan, en dat was niet erg succesvol. Ik zag een video van iemand die witte verf gebruikte. Niet specifiek tempera verf, witte verf. En die witte verf die gaf nog weer een donkerdere afdruk op dat glas. Dus je kan met zwarte tempera verf krijg je gewoon die frosty look. Maar deze persoon kreeg bij witte verf, en dat was geen tempera verf, kreeg hij een donkere afdruk. Dus wat ik ga doen, ik ga een tweeledige test doen. Ik ga dus dat glas laseren aan de voorzijde, die spiegel. En ik ga de ene helft van dat glas, alhoewel wat ik daarop aan ga brengen, ga ik doen met zwarte tempera verf. En de andere helft met witte tempera verf. Waarom nou geen andere verf, zoals misschien die andere wel gebruiken, waardoor je zwarte afdruk krijgt? Nou, ik denk dat als je witte verf gaat aanbrengen, je gaat dat laten drogen, dan zul je behoorlijk moeten poetsen, en met name met aceton en dergelijke, om dat schoon te maken. Het grote voordeel van tempera verf is dat het simpelweg waterverf is. Je houdt het onder de kraan en je maakt het schoon. Conclusie, wat ga ik doen? Ik ga het met tempera verf doen. Zwart en wit, we gaan het verschil zien. En wat heel belangrijk is, het verschil van het laseren op de voorzijde van de spiegel en niet op de achterzijde. Overigens brengt dat ook met zich mee dat we niet in spiegelbeeld gaan laseren. We gaan gewoon plain laseren. Want als je op de achterkant van een spiegel lasert, doe je dat natuurlijk in spiegelbeeld. Oké, we gaan zien hoe dat eruit gaat komen. Laten we maar gewoon gaan beginnen. Ik ga deze spiegel opmeten. Ik ga iets ontwerpen wat ik daarop wil gaan maken. Dat ga ik u verder niet laten zien. Ik bedoel, Lightburn mag eigenlijk gezien de video's die ik daarover gedaan heb voor u nauwelijks nog geheimen bevatten. Zo niet, stel vragen gewoon onderaan de pagina of onderaan deze video. En als ik dat gedaan heb, dan ga ik de tempera aanbrengen op de spiegel. En zodra dat opgedroogd is, gaan we beginnen met deze test. Tot zo. Zo. Hier is dan het glas, het spiegel beter gezegd, tweekleurig, zwart links, wit rechts. Het moet nog even drogen voordat we het kunnen gaan laseren. Normaal gesproken doe ik glas laseren, dus ik ga niet kijken naar de setting van spiegels, maar glas laseren bij 500 mm per minuut en 70% power. Ik ga dat toch nog iets meer geven, dus dat wil zeggen 300 mm per minuut en 75% power. En dan gaan we kijken wat het resultaat gaat zijn. De zwarte helft, de witte helft en eigenlijk het helemaal het overal, omdat we nu op de voorkant van de spiegel gaan laseren en niet op de achterkant. Zo, we zijn begonnen met het brandproces. Het gaat wel even duren dit, want het tempo is relatief laag zoals je weet. Dat heb ik in het
stukje hiervoor verteld. We gaan zien hoe het eruit komt. Hij is begonnen met het zwarte gedeelte en later zal hij naar het witte gedeelte gaan. We gaan zien hoe dit uit gaat pakken. Nou, in elk geval kunnen we nu zien dat de afdruk op beide kleuren gemaakt wordt. Alleen er is nog niet aan te herkennen of wat donkerder is of niet. Dat gaan we zo meteen zien wanneer de laseractie klaar is. Dan gaan we namelijk deze spiegel simpelweg onder water schoonmaken en gaan we het eindresultaat daarvan bekijken. Nogmaals, het zijn dus twee tests. De ene is dat we normaal een spiegel op de achterkant het materiaal weglaseren. In dit geval doen we dat niet. We laseren net alsof het glas is. Dus we hebben het ingespreid met tempera-verf en doen dus de voorkant van de spiegel laseren. Vandaar dat het ook niet in spiegelbeeld gelaserd is. Zo, het eindresultaat. We kunnen een paar dingen erover zeggen. Werken doet het prima. Alleen, ik had de snelheid verlaagd naar 300 mm per minuut en 75% power. Dat zou ik toch weer terug willen draaien naar 500 mm per minuut en 70% power. We zien namelijk op sommige plekken wat brandvlekjes, zoals hier bijvoorbeeld waar mijn vinger bij de O en de U van vrouw bijvoorbeeld. Een tweede ding wat we vaststellen is dat zeg maar de tweekleurige waterverf die we erop gedaan hebben, geeft geen verschil. Het zwarte tempera geeft dezelfde afdruk als de witte tempera. Doordat het op de voorkant gelezen wordt, vind ik wel een vooruitgang en ziet er wat mij betreft een heel stuk beter uit. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat je er ook wat van geleerd hebt. Ik in elk geval wel. Tot de volgende keer. Dag.